Good evening, all eighth graders and your moms and dads as well. And welcome to the third live stream of the KWC Online Open House. Pim praat Engels tegen jullie omdat wij een Global Citizen School zijn. Ik ben Noor Verhoeven en ik zit in de kansklas HV1T. And I'm Pim Sunderman and I'm in the third year of Atheneum. In deze aflevering gaan jullie zien alle KWC extra's op alle tweede gebouwen en op alle afdelingen. Je kan gaan zien hoe onze gymlessen zijn en welke zorg we voor de leerlingen aanbieden. We lopen hier nu op B-Lang. Dit is waar de meeste talen gegeven worden. We lopen nu hier naar het plein toe, waar je kluisjes ziet. Elke leerling heeft zijn eigen kluisje. Die kluisjes zijn natuurlijk hartstikke handig, omdat je daar je boeken in kan doen en je laptop, zodat je tas niet zo zwaar is. We zijn nu onderweg naar de studio. Daar is waar het allemaal gebeurt. We gaan nu even een kijkje nemen achter de schermen. We gaan jullie nu een filmpje laten zien over de KWC extra's. Hoi, super leuk dat jullie weer kijken. Dit is alweer de derde aflevering. Op het KWC hebben we allemaal leuke extra's. Kom je mee? We zitten hier naast zorgcoördinator Marion. Wat houdt een zorgcoördinator in? Nou, ik stuur samen met mijn collega Simone het zorgteam aan. En het zorgteam bestaat uit mensen van school, dus de intern begeleiders. Ieder met hun eigen specialisme, maar zoals coaching van leerlingen, studiebegeleiding, autisme. En daarnaast hebben we ook externe ambulant begeleiders voor leerlingen die slechtziend zijn. Of taal, spraak en gehoorproblemen hebben, TOS. En vanuit de basisschool krijgen we heel veel informatie over de brugklasleerlingen. En dan kijken we met elkaar van wat een leerling nodig heeft om het goed te kunnen doen bij ons op school. Hoe kunnen ouders eigenlijk meer informatie komen? Nou, ouders kunnen natuurlijk altijd contact met ons opnemen als ze meer informatie willen. En we kunnen ook samen het gesprek aangaan voordat de leerling hier gaat starten. Ik zit hier naast Tanja. Tanja gaat ons iets vertellen over haar werkzaamheden hier op het KWC. Vertel. Ik ben de dyslexiebegeleider van het KWC. Op het KWC hebben we heel veel ervaring met leerlingen die dyslexie hebben. En we proberen zoveel mogelijk aan te sluiten op wat er op de basisschool al gebeurt voor leerlingen met dyslexie. We gaan uit van de positieve dingen die ook bij dyslexie horen. En we weten dat iedereen hard moet werken. Dat doe ik ook bij de studieklas, want ik ben ook de studieklasbegeleider. En ook daar gaan we vooral uit op wat je wel kunt en hoe je goed doet. Zoals je ziet heeft iedereen zijn persoonlijke kluisje om spullen op te slaan die je niet nodig hebt tijdens de lessen. Sportveldje. Hey, dat is toevallig. Meneer Bos staat net buiten het veld te wachten. Nou, vertel eens, wat heeft KWC en topsporters met elkaar te maken? We zijn een topsportvriendelijke school, wat inhoudt dat leerlingen die talentvol zijn in hun sport of zelfs al topsporter zijn, zo goed mogelijk gefaciliteerd worden om optimaal te kunnen presteren in hun sport. En het rooster en de planning wordt daarop afgestemd.
Het is dus een programma op maat. Ze volgen de lessen in de reguliere klasse. Maar op bepaalde momenten zijn ze er niet vanwege hun sport. Maar als je aan het sporten bent, dan kan je toch niet in de les zijn? En hoe zit het dan met alle lesstof? De leerlingen kunnen vooraf online het huiswerk zien en de lesstof, zodat ze niet achterraken. Ik heb voor het KWC gekozen omdat ik hier een goed gevoel bij had. En je kan hier een topsportregeling hebben. En dat is handig voor omdat wij veel trainen. Ik heb voor het KWC gekozen omdat ik het een leuke school vind. En ook omdat ik topsport doe en ik dan ook soms lessen kan missen en toetsen kan verzetten. Op KWC hebben we ook tweetalig onderwijs. Tweetalig onderwijs is dat je een hoop lessen in het Engels krijgt. Dus dat zijn alle lessen behalve de talen. Bij het VMBO worden er 30% van de lessen in het Engels gegeven. Dat gebeurt bij ons met name in projectweken en projectmiddagen. Daarnaast hebben alle leerlingen een extra uur Engels in de week om alle aspecten van het Engels beter te leren. Bij het VMBO ligt de nadruk op het speaking. Op de HAVO is de TTO-afdeling gebaseerd op twee zaken. De een is internationalisering. Dat doen we door reizen en door uitwisselingen. Dat vergroot de kennis van de cultuur. En de andere is taalverwerving op alle onderdelen. 60% van de lessen is in het Engels. En na 3 jaar doen we samen met het VMBO een Anglia-examen. Daar kan een diploma uit voortvloeien. Dat is goed voor je vervolgopleiding, maar ook internationaal erkend. Zodat als je ook nog een internationale opleiding wil volgen, dat je daar ook makkelijk toegang toe hebt. Op het VMBO volg je 6 jaar lang het TTO-programma. En aan het eind van de 3e klas sluit je de onderbouw af met een checkpoint-examen. En aan het eind van de 6e klas sluit je de TTO-opleiding af met een IB-examen. Je gaat elk jaar op reis en in de 5e klas ga je op internationale stage. En door internationalisering en door taalontwikkeling ontwikkel je ook je persoonlijkheid en je zelfvertrouwen. En heb je aan het eind een bijna academisch niveau van schrijven en lezen. Op het KWC zijn we betrokken bij elkaar en bij de wereld om ons heen. Dat vinden we belangrijk, is een stukje van onze identiteit. En daar praten we met elkaar over. Werd jij vroeger altijd voorgelezen uit Rupsje Nooit Genoeg? Dat Rupsje kon niet stoppen met eten. Hoe zit het met jou? Weet jij een beetje maat te vinden? Ook als je een zak chips opentrekt of een reep chocola? Het is soms moeilijk om de middenweg te vinden. Wanneer heb je genoeg geld? Wanneer doe je genoeg aan het milieu? Wanneer is je omgeving goed genoeg om in op te groeien? Dat zijn dingen waar we soms met elkaar over praten aan het begin van de dag, bij een dagopening. We gaan nu even bij de kunstlokalen kijken. Zo jongens, jullie zijn hier in het tekenlokaal. We gaan vandaag een opdracht met jullie doen, want ja, mensen die komen tekenen, die kunst voor kunst komen, die moeten wel een beetje creatief zijn. Het is om in 2 groepen... een gezicht, een portret te maken van verschillende afvalmaterialen die we daar hebben uitgestald op de tafel. Let's go! Vijf minuten hard werken, dat was even zweten natuurlijk om het allemaal af te krijgen. Maar we hebben een winnaar. Jazeker. We hebben een winnaar. De Rabbit Hole is de winnaar geworden. Want we vonden het een hele aparte manier van kijken hoe jullie naar de uitwerking van het portret, het beest, het visualiseren ervan hebben gekeken. Want jullie...
zelf iets maken, gewoon wat je wilt. Is leuk. Nou, je kan dingen op papier zetten wat je misschien in gedachten hebt. Is wel leuk, soms kan je laten zien hoe je over iets denkt. Nou, dit is een van mijn twee schilderijen. En dit is mijn jungle schilderij. En mijn andere schilderij, dat wordt iets met fabrieken en industrie. Zodat je echt het verschil kan zien tussen hoe we het eigenlijk willen hebben en hoe het eigenlijk nu is. Ik ben een schilderij in dezelfde kleurenfamilie aan het maken. Ik heb voor warme kleuren gekozen. En ik probeer nu eigenlijk eerst het alles in dezelfde kleur te schilderen. En daarna ga ik het licht en donker tegen elkaar afzetten. Bij Mensenmaatschappij werken we uit een boekje wat een tekst en werkboek in één is. Mooi vormgeven, lekker overzichtelijk en het weegt ook nog eens weinig in je tas. Wat wil je nog meer? Nou, misschien een keer iets anders dan uit een boekje werken. Dat kan, want we doen ook nog allerlei andere opdrachten. Dus deze, die kan weg. Ik ben Marit de Vries, ik zit in HAVO 4 en doe nu al 4 jaar TTO. Ik heb daar in de brugklas in groep 8 voor gekozen, omdat ik graag een extra uitdaging wilde bij mijn onderwijs. Jasmijn, jij zit nu in de brugklas. Toen ik 4 jaar geleden in de brugklas zat, was ik wel een beetje bang dat ik niet op het niveau zat. Hoe ervaarde jij dat? Ik vond het meer heel spannend en ik was vooral bang dat ik de docenten allemaal niet begreep. En dat ik de helft van het jaar, of misschien nog al aan het begin van het jaar, denk ze van ja, ik kan het niet, ik wil stoppen. Maar eigenlijk viel het best wel mee, want na 2-3 weken was je eigenlijk al heel erg gewend aan het Engels spreken. En als je iets niet weet in het Engels, dan gaan je docenten je ook helpen. Ik ga dit jaar naar Engeland en ik heb er heel veel zin in. Wat kan ik eigenlijk allemaal verwachten? Wat je kan verwachten is dat je heel veel gaat leren. Je gaat Engels praten in de praktijk, dus tegen iedereen eigenlijk. Want je gaat ook naar winkeltjes toe en dat is heel leuk. Je leert heel veel van de cultuur zelf. Naast de TTO naar Engeland reis heb je ook andere activiteiten. En Daan, wat weet jij daarvan? Nou, wij hebben een speurtocht gedaan door Culemborg. Dan leer je de geschiedenis van Culemborg in het Engels. En dat is wel heel interessant en je leert ook wel nieuwe woorden. In de bovenbouw dan ga je op internationale stage. Dus dan ga je eigenlijk of zelf of met een beperkt groepje ga je dan meelopen bij een bedrijf in het buitenland. Ikzelf ben naar Amerika toe geweest, naar het Nederlandse dorpje Pella. Wat eigenlijk dus wel heel Amerikaans is, maar voorheen Nederlands was. En ja, daar leer je gewoon heel erg goed die andere cultuur. En ja, dat is natuurlijk ook heel interessant. En je leert dat Engels spreken echt in de praktijk toe te passen. Naast de internationale stage volg je ook in de bovenbouw het IB-programma. Kan jij daar misschien meer over vertellen? Nou, in de bovenbouw doe je het vervolg op je TTO. In de eerste 3 jaar van TTO leer je eigenlijk alles wat je in 6 jaar zou leren van Engels. En dan kun je dus in die 3 jaar iets anders gaan doen. En dan ga je dus Engels doen zoals je Nederlandse lessen zou volgen. Dus je gaat meer kijken wat er achter een tekst zit. En dan krijg je dus een erkend internationaal diploma. En dat is natuurlijk heel handig voor een studiekeuze. En daar kan Anouk misschien wat meer over vertellen. Ja, natuurlijk. Tegenwoordig zijn heel veel studies in het Engels. En dan heeft het natuurlijk een heel groot voordeel dat je heel goed Engels kunt. Veel Nederlandse studies zijn ook voor een groot deel in het Engels. En daarnaast zijn veel studies numerus fixus. En dan word je gewoon eerder toegelaten als je dit erkende diploma hebt. Het KWC is een Global Citizen School en daarmee laten we zien dat wij het belangrijk vinden dat leerlingen meer weten van de wereld om hen heen. Dat doen we bij zowel de vakken, waarbij leerlingen projecten doen, en we organiseren heel veel uitwisselingen en reizen, soms voor de hele klas en soms kan je als leerling aan een uitwisseling meedoen. En kan het zijn dat je ook een leerling uit het buitenland bij jou op bezoek krijgt. Het leukste aan Spanje vond ik dat ik veel nieuwe mensen heb leren kennen.
Het leukste van de uitwisseling vond ik dat ik terecht kwam in het dagelijks leven van een andere cultuur. Het leukste aan Denemarken was dat het gewoon een heel ander schoolleven was. Wist je dat ik in 2 seconden door 10 landen kan reizen? Welkom iedereen vanavond bij alweer een filmpje over het KWC en dit keer de extra's van het KWC. We hopen dat er heel veel mensen kijken, jullie natuurlijk allemaal 8e groepers en met jullie ouders erbij. En misschien hebben jullie op eerdere avonden al de uitzendingen gezien over onze 2 gebouwen, de Gershwinhof, waar basiskader en praktijkonderwijs worden gegeven, en het gebouw Beethovenlaan voor VMBO, TL, HAVO en VWO. En daar zitten wij vanavond hier met elkaar om jullie vragen en de vragen van jullie ouders te beantwoorden. En jullie hebben een filmpje gezien met heel veel bijzondere dingen die gewoon voor ons bij het KWC schoolleven horen. En ik kan me dus voorstellen dat daar een hele hoop vragen bij naar boven zijn gekomen. Die kan ik allemaal niet zelf beantwoorden. Ik ben Joke Hengeveld, ik ben de rector van het KWC. Maar we zitten hier met veel meer. En met vereende krachten gaan wij proberen dat vanavond voor jullie goed te doen. Allereerst natuurlijk naast mij leerlingen. Yannick, ja, wil jij eens beginnen? Ja, hoi, ik ben Yannick. Ik ben 15 jaar en ik zit in 4 VWO. Ik doe TTO, de TTO-opleiding, en dat vind ik ook heel leuk. En ik doe gymnasium. En daar zit... Ik doe ook tweetalig onderwijs. Alleen ik zit op de HAVO. Ik zit in HAVO 4. En mijn corrector, mijn coördinator, die zit hier ook bij. Dus, ja, het is goed dat je jezelf even verbetert. Ik ben niet de corrector. Nee. Die zit thuis. Josette Verheij is dat van de HAVO. Samen met Josette Verheij en Janine van Biemen organiseren we een beetje de HAVO. Hè. En Janine zit achter de schermen, want er zijn veel meer mensen bij deze avond betrokken. Jullie zien ons alleen, maar er zitten mensen van de techniek, er zitten mensen vragen te beantwoorden achter de schermen. Dus er is echt een hele organisatie hieraan vooraf gegaan. Mijn naam is Nasser Zargami, ik ben de coördinator van de HAVO onderbouw en de TTO van de HAVO. Dus ja, ik kan die vragen allemaal straks voor jullie beantwoorden. Joke? Ja. Je zit hier, hè, als onze rector. Heb jij nou in je carrière zoiets meegemaakt? Een open huis, ja, online, vanuit een soort studio? Nou, ik heb dit echt in mijn hele leven, zelfs, want ja, in het onderwijs werk je natuurlijk gewoon je hele leven, want je begint in het onderwijs als leerling en als je er gaat werken, dan gaat het gewoon door. Dus ik ga maar niet zeggen hoeveel jaar dat is, maar ik heb het nog nooit meegemaakt. En we noemen dit wel een open huis, maar het is helemaal dicht. Het is buiten donker, niemand is er in school. Wij gaan met z'n allen proberen voor jullie om het levend te maken. Maar zo'n dicht open huis, ja, dat is voor mij ook allemaal nieuwe ervaring. En ik denk voor iedereen, want het gaat op het KWC wel om de leerlingen, hè? Marit en Yannick, dat weten jullie. Dan gaan jullie zometeen maar eens eventjes dikke strepen onderzetten. Maar we doen dat ook echt tijdens dit online open huis, hè? Want het is ook helemaal door de leerlingen. Niet alleen hier in de studio, maar ook techniek, beeld. Wie zien we daar allemaal? Noah, Chagalle, ik zie daar Patrick. Alleen maar leerlingen die voor jullie dit totale online open huis gaan vormgeven. En dat is toch, ja, ook wel iets unieks, want dat heb ik ook nog nooit in mijn hele leven meegemaakt. Ja, voor ons allemaal. Dus het is, ja, heel veel motivatie zien te vinden. Maar ook uit dit soort momenten waar je dus trots over je school mag vertellen, haal je een hoop motivatie uit. Ja, dan staat er nog, natuurlijk nog iemand. Dat is Carla Selden. Die kennen we van gisteravond nog. Toen stond ik daar, hè Carla? Ja, klopt. En we hebben maar gewisseld. En het is best wel weer spannend als je dan weer wat anders mag gaan doen. Ik ga dus de vragen die jullie straks thuis stellen. Sommige worden via de chat beantwoord en andere gaan deze 4 dames en heren voor jullie live beantwoorden.
En hoe gaat het ook weer naast hem met die vraag en antwoorden precies? Ja, met de chat gaat het dus op deze manier. U zit nu naar een scherm te kijken. Nou ja, daar ziet u ons, hè. Ons allemaal heel duidelijk. Daaronder ziet u een balkje. Als u daar nou in uw naam typt en dan in dat kleine vinkje eventjes even aankruist, dat u akkoord gaat met de voorwaarden. En dan join. Nou ja, TTO School. Doe mee, meedoen. En dan zit u zo in een chatroom en dan kunt u ons vragen stellen. Ja, oké. Zo gaat het. Ja, maar het gaat niet alleen om de vragen. Want het is niet alleen maar achterover zitten vanavond voor jullie. We hebben ook, net als de vorige avonden, weer challenges. Challenges, dat zijn zaken die... Die vragen wel even iets van je oplettendheid. Want in de film zijn er twee verschillende challenges langsgekomen. En als je die beantwoordt en je levert het antwoord in, dan kun je daar iets moois mee winnen. We hebben de twee verschillende. De eerste gaat... Ik ben Job en ik ben in Polen geweest. Ik ben Floris en ik ben in Spanje geweest. Ik ben Rosemarie en ik ben in Georgië geweest. Ik ben Chagalle en ik ben naar Marokko geweest. Ik ben Marit en ik ben in Griekenland geweest. Ik ben Fenna en ik ben naar Denemarken geweest. Ik ben Pim en ik ben in Engeland geweest. Ik ben Liene en ik ben in Frankrijk geweest. Huh? Eén van de vlaggen klopt niet. Doe mee met de challenge en stuur jouw antwoord op. Voor 29 januari kun je het opsturen en naar het e-mailadres hier in beeld. Maar er is er nog één. De tweede challenge. Griekenland bestaat vooral uit bergen en eilanden. Deze plant groeit er wel heel goed. Weet jij wat het is? Ze eten dat vaak vlak voor het eten. Ja, dat moet toch lukken met die challenges. Ik weet zeker dat dat goed gaat komen. Er waren er ook al eerder twee. En er wordt al ingeleverd. Dus ik zou zeggen, doe eraan mee. Wij gaan nu met jullie verder in gesprek. Alleen dat doen we allemaal via Carla. Want Carla is degene die een heel kort lijntje heeft naar jullie allemaal. Met betrekking tot de vragen die daar leven. En Carla, zijn er al vragen gesteld? Ja, en de eerste is al binnen. Dus... En dat is een belangrijke, want hoe geven we tegenwoordig onderwijs? Wat gebruiken we hierbij? Ja. Niet alleen pen en papier, maar ook een... Laptop. Laptop. Ja. Ja. En wie zou er iets over willen vertellen? Kun je dat, Jannie? Ja, is goed. We hebben een soort van globalization programma. En daar hebben we allemaal opdrachten die we dan online moeten maken op onze laptop. En we hebben ook een online portfolio die we moeten invullen. En dan krijg je volgens mij aan het eind, als je klaar bent met je op school, dan krijg je een soort diploma, dacht ik. Certificaat, ja, hè? Certificaat, ja. Als je al die opdrachten hebt voltooid. En nu zeker nu online doen we ook alles op de laptop thuis, meestal. Ja, natuurlijk wordt die laptop veel gebruikt. Maar ik denk dat de ouders en de leerlingen denken, moet ik zo'n ding kopen? Moet ik hem meenemen naar school? En ja, tegenwoordig hebben wij een afspraak met een bedrijf. En voor de ouders die hier meer over willen weten, kijk op onze website. Dat heet bij ons Bring Your Own Device. We hebben een contract met een school. En dan kun je die laptop op huurbasis aanschaffen. En uiteindelijk kun je hem dan straks kopen of er teruggeven. En dan krijg je een klein bedragje terug. En een laptop, ja, die kan niet meer ontbreken in de schooltas. Zo is het. Ja, misschien nog wel goed om even erbij te zeggen ook dat... dat het handig is als iedereen dezelfde devices heeft. Hè. Dat werkt gewoon heel prettig. Dat maakt natuurlijk thuis niet zoveel uit als je aan de keukentafel zit. Maar in school is het wel heel fijn als je dezelfde devices hebt. En in dat contract wat we hebben, wat jij net beschreef, Carla. Dat is een contract bij de Rent Company, een bedrijf. Daar kun je allemaal dezelfde devices bestellen. En dat wordt ook helemaal door school in banen geleid. Dus je krijgt hem niet van school. Maar school betaalt een deeltje mee. En zorgt voor een mooie deal. Waardoor het eigenlijk met een betrekkelijk weinig kosten allemaal voor elkaar kan komen. Ja. Oké. Dus je krijgt hem niet. Nee. Goed moment om even in te breken.
Ik hoor dat onze reporter Noor is ergens... En ik kan het niet goed zien. Ja, Noor, waar ben je nu? Hoi, ik ben in het muzieklokaal. En hier kan je echt fantastische instrumenten leren spelen. We gaan je nu een stukje laten horen van wat je nou eigenlijk hier allemaal kan leren op het KWC bij muziek. Ready? Yes, I'm ready. Nou, Noor, we horen het al. Super. Daar heb je heel lang op geoefend, hè? Kom er straks nog bij je terug. Ja, ja, heel goed. Want wij zijn hier voor de vragen, dames en heren. En de volgende vraag is er al. En ja, wij zijn een christelijke school. En waaraan kun je nou zien dat het KWC een christelijke school is? Ik kijk naar onze rector. Gaat die dat beantwoorden? Of zal ik beginnen? Dan kunnen jullie misschien wel aanvullen. we hebben er net in het filmpje over gesproken, heel even. En aangegeven, we zijn een christelijke school. Dat betekent dat we de dag vaak beginnen met een momentje om even met elkaar over iets anders te praten. Over belangrijke dingen in het leven. Over actualiteit, dingen die zijn gebeurd in de wereld. Maar ook gewoon soms over de grote boeken van de wereld. De Bijbel, de Koran, de wereldgodsdiensten. En dat noemen we dagopeningen. En dat zijn altijd hele kleine momentjes van een paar minuten. Maar die worden wel gebruikt om net bij iets anders stil te staan. Dat is vaak heel fijn, want het is vaak heel leuk om met elkaar over andere dingen dan school te praten. Ook als het over je eigen klas gaat natuurlijk. Nou, iets anders is dat we op alle opleidingen op het KWC hebben we het vak levensbeschouwing. Dat hebben jullie natuurlijk ook, het vak levensbeschouwing. En ja, daar kan je misschien zoiets over vertellen. En als laatste is het zo dat we eigenlijk het heel belangrijk vinden dat we ook iets betekenen voor anderen buiten de school. Dat doen we met allerlei zaken als bijvoorbeeld een actieweek voor goede doelen. Daar is in eerdere filmpjes iets over gezegd. En, Joke, als ik je mag onderbreken, is dat misschien even iets om te benoemen, zo'n actieweek? Ja, want dat is een groot ding hier op school. Ja, precies. Ja, actieweek is de week voor de kerstvakantie altijd. En het is altijd heel leuk, want dan is de hele school gewoon heel gezellig. En er staat een glazen huis in de aula en er wordt geld opgehaald voor een goed doel. En als het goed is, was het dit jaar het Maxima Kinderziekenhuis. En dan kun je dus zeg maar geld geven om bijvoorbeeld een nummer af te spelen of je koopt wat lekkers te eten. En het is gewoon altijd een hele leuke sfeer die laatste week voor de vakantie. Ja. Altijd gezellig. Voor de kerstvakantie is dat toch, hè? Ja. Hey, jongens, en als ik jullie iets vraag over die dagopeningen. Mm-hmm. Ja, Yannick, hoe ervaar jij die dagopeningen? Ja, ik vind het altijd wel even lekker rustig beginnen met de dag. Het is altijd het eerste uur van de dag. En eventjes soms gewoon even praten over wat belangrijke dingen in het leven en ik vind stilstaan het wel, bij de belangrijke dingen in het leven. Ja. Ontstaat daar ook discussie uit? Ja, soms wel, soms niet. Ligt een beetje aan het onderwerp, Oké. Misschien nog goed om toe te voegen. Christelijke school, hier is iedereen welkom, toch? Ja. En wat we belangrijk vinden is dat we elkaar respecteren. Respectvol met elkaar omgaan. Maar we gaan gewoon naar de volgende vraag. Kunnen jullie wat vertellen over de uitwisselingen bij TTO, tweetalig onderwijs, en naar de landen waar je naartoe gaat? Ja, dat kan vast. We hebben twee TTO'ers hier zitten. Ja, moet goed komen. Met het lijstje? Nee. in de brugklas zijn wij in ieder geval samen toen, maar dat is nu apart, zijn we naar Engeland geweest. En dan was je gewoon bijna een week lang was je in Engeland. Het was heel leuk en je kreeg lekker eten. En je ging naar stadjes toe en ging naar musea en je leerde superveel. En je leerde gewoon echt Engels praten, wat je het hele jaar had geoefend. En ik ben vorig jaar nog naar Frankrijk geweest op een uitwisseling. Jammer genoeg konden de Fransen niet naar Nederland toe komen door corona. Maar ik had daar wel een hele leuke tijd met Justine. En
Ja, dat was heel gezellig. Hey, maar Marit, was dan ook de voertaal Engels of was dat Frans? Nou, in Frankrijk konden ze niet zo heel goed Engels. Dus wat dan vaak zo was, is dat ik zei Frans praat. En dat kon ik nog wel redelijk verstaan, want mijn oma is Frans, dus dat lukt wel. Oh, ja. En dan praatte ik Engels naar haar, wat zij dan wel redelijk kon verstaan. Okay. Want het Engels niveau in Frankrijk is iets lager dan hier. En voornamelijk ook omdat ik TTO deed, was dat wel een groot verschil, maar ja. Ik wil daar zo op terugkomen, Marit, want ik heb daar ook nog wel wat over te vertellen. En Carla misschien ook nog wel. Maar ik zie dat wij eventjes weer terug moeten naar Noor. Noor, de nieuwe Rembrandt? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Nee, we staan hier in de Art Hall en ik ben een portret van Pim aan het maken. Stilzitten, hè? Ja, we zitten hier nu in de Art Hall. Al deze tekeningen die je hier ziet hangen, die komen allemaal van de leerlingen. Die hebben ze allemaal zelf getekend in een van onze artlokalen. Pim, hij is klaar. Nou, kan niet wachten om hem te zien. Tadaa! Ook geweldig. Al is je tekening misschien niet prachtig. Heel mooi, je kan het toch allemaal leren hier op het KWC. Maar wij herkennen je wel hoor, Pim. Geweldig, Noor. Ja. Hey, iets anders, je dacht dat dit allemaal ongemerkt voorbij zou gaan, hè? Maar dat is natuurlijk niet zo. Je bent jarig vandaag. Ja, ik ben vandaag 13 geworden. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Patrick, techniek, hebben we daar niet iets leuks voor? Even een deuntje. Oh. Oh. Ja, maar ja, het is wel even jammer dat ze dat nog kan vieren met nog maar één iemand op bezoek. Maar doe het dan nog wel voordat de avondklok ingaat, hè? Ja, dat doe ik zeker. Oké. Okay. Tot straks. Ja, ik denk dat het goed is dat we nog heel even doorgaan met TTO. Even terug naar TTO, inderdaad. Ja. Het verhaal van Marit was duidelijk, hè? Het is nu even jammer dat we hebben dus verschillende uitwisselingen, reizen. Ja, met corona is dat nu even allemaal on hold. Dus we moeten even kijken wanneer we dat dan wel weer kunnen oppakken. Maar wat wij nu wel doen is online contact te leggen met verschillende scholen. Ik weet dat van mijn eigen afdeling. Daar hebben we een school in Noorwegen waar we nu contact mee hebben in de tweede klas. VWO doet dat met een school uit Duitsland, weet ik van. En Carla, jij weet er vast nog wel meer over te vertellen over TTO. Nou ja. Ik ben zelf in heel wat landen al geweest. We hebben ze straks even contact gehad met een collega van ons die hier werkt en een jaar in Amerika is. Ik ben een paar keer met leerlingen in Amerika geweest. Ik ben in Engeland geweest. We gaan naar Denemarken. Dat noemen wij ook wel leren buiten de school. En als wij een TTO-avond hebben, en die hebben we weer op 2 en op 4 februari. 2 februari voor de ouders. Gisteravond ging dat niet helemaal goed, waarvoor excuus. 2 februari voor de ouders, 4 voor de leerlingen. Ja, dan vragen we altijd oud-leerlingen. En wie kan beter vertellen wat je aan TTO hebt dan oud-leerlingen? Zij maken dagelijks mee. Wat een geluk, zeggen ze, dat ik er niet mee gestopt ben. Want soms was het ook best wel hard werken, maar het was super. En het is voor je leven. En als je een beetje extra's wilt doen, zeg ik, doe het. Ja, mooie investering, TTO. Ja, absoluut. Ja, en dan hebben we de volgende vraag. Is er ook kunst op VMBO basis en kader? En ik denk dat het goed is dat ik die even beantwoord. Ja, dat is er. En op VMBO hebben wij expertklassen. En die leerlingen kunnen zelf kiezen of ze in het eerste jaar wat meer aan kunst aandacht willen besteden, aan sport of aan drama. Dus ja, zeker, dat hebben wij. En ze doen niet alleen dingen in de klas, ook daar doen we weer veel aan leren buiten de klas. Dus ik zeg, Helene, volgens mij kan de volgende vraag komen. Ja, hier hebben we Marijn. Leuke vraag, Marijn. Ik zou graag nog iets meer van jullie willen horen over de sportklas. Ik kijk niet naar jou, want ik weet dat je wat minder sportief bent, maar ik kijk naar Yannick. Nou, op VWO heb je niet een echte sportklas, maar extra sport. En dan doe je volgens mij 9 keer per jaar doe je een uitje. Dus dan ga je of MMA of waterskiën of klimmen en allemaal van dat soort leuke dingetjes. En, maar je hebt wel gewoon maar 2 keer per week gym. Ja, en ik denk dat het goed is.
Ik ben ook gymnastiekdocent van oorsprong, dus ik weet er wat meer van. Om te zeggen dat dat extra is op het VWO, als we extra sport benoemen, dan is het ja extra sport, maar ook in je eigen tijd. Dus het is niet zo dat dan een andere les vervalt, dan blijf je wel langer op school. Dat je dat even goed weet. Maar Carla, over sport gesproken, volgens mij gaan we nu toch even zien hoe dat ook in de praktijk plaatsvindt in de gebouwen nu. Het mooiste lokaal van school, denk ik. Ja. Je hoort nog steeds mensen praten. Hallo? Wat zijn jullie daar aan het doen? Ik ben aan het klimmen, want ik ben hier in de gymzalen. Je kan hier, je ziet nu een hoop stoelen en tafel staan. En dat komt omdat ze nu toetsen aan het maken zijn. Dus er worden ook nog informatief gebruik gemaakt van de gymzalen. Oh ja, multifunctioneel zeker. Nooit net geklommen, maar je kan hier natuurlijk ook nog veel meer andere dingen doen. Ja. Zoals trampolinespringen en basketballen. Dus het is echt een hele leuke gymzaal. Ja. Zeker weten. Nou, je bent weer goed veilig beneden gekomen, Noor. Was dat het hoogste ooit of heb je een beetje voorzichtig gedaan? Nou, ik ben niet heel erg van hoogtes. Ik heb geen hoogtevrees, maar toch vind ik vind klimmen nog best wel spannend. Maar het was echt superleuk om te doen. Oké. Okay. En dat op je verjaardag. Ja. Tot straks. Ja, en wij gaan weer naar de volgende vraag. Want ik denk dat die wel beantwoord moet worden. Wat doet een mentor voor je en wat doe je bij het mentoruur? En dan hebben wij niet hier alleen leerlingen zitten, maar sommige leerlingen zijn ook... Ja, leerlingmentor, dat klopt toch? Leerlingmentor. Ja, ik zeg altijd verkeerd om mentorleerling, maar het is een leerlingmentor. Ik ben leerlingmentor van een brugklas. Wat betekent dat ik eigenlijk een soort van extra mentor ben voor ze. En soms vinden ze het wat fijner om naar een leerling toe te komen dan naar een docent. En dan vinden ze het wat makkelijker om te praten. En dat krijgen jullie waarschijnlijk ook. Ja, jullie krijgen ook volgend jaar, als je voor het KWC kiest, een leerlingmentor. En kun je gewoon overal heen met je vragen. En dat maakt het allemaal wat minder spannend. En wat er gebeurt in de mentorles, hè? Want jij bent denk ik er omheen heel erg bij betrokken. Maar je moet zelf ook naar je eigen les. Ja, ik volg gewoon mijn eigen lessen. Maar ik zit bijvoorbeeld ook met ze in een groepsapp. Dat als er ruzies ontstaan en dan komen ze naar mij toe en dan moet ik dat allemaal gaan oplossen. Ja, maar vaak ga ik dan gewoon, vaak ga ik dan ook naar de mentor van, dit is gaande, kunt u dat doen? Maar ik doe zeg maar, het leuke, ik doe zeg maar, heel veel leuke dingen. Zo heb je in de brugklas het groentjesfeest en het kersthalen en dan helpen wij de leerlingmentor ook met organiseren. Dan zijn we er ook bij. Leuk. Ja, en Maarten, kan jij iets vertellen over wat er in die lessen dan in de mentorlessen gebeurt? Zeker, ja. Weet je, je moet je gewoon voorstellen, de mentor is speel, hè. Daar draait het allemaal om. Je komt naar een grotere school, je komt naar een nieuwe school, je hebt een rooster, je hebt kluisjes, je hebt diverse docenten, dus het is een beetje onbekend. Maar goed, om dat onbekende een beetje vriendelijk te laten verlopen, hebben we natuurlijk die mentor voor je bedacht en de leerlingmentoren. Dus dat wordt gewoon je vertrouwenspersoon, dat wordt gewoon je steun en toeverlaat, die helpt jou. En vaak is het ook zo dat je hem of haar voor je vak, hè, een van je vakken hebt. Nou ja, die mentor die helpt je dus door het hele jaar heen. En zeker in het begin gaat met je mee op brugklaskamp. Er is een groentjesfeest waar alle brugklassers bij elkaar komen. Daar is je mentor ook. Ja, en zo nog wat meer om het leven hier wat aangenamer te maken voor je. Dus de mentor is een heel belangrijk persoon voor je in dat eerste jaar. Absoluut. En soms hebben ze ook contact met je ouders. We hebben de volgende vraag van Jeroen. En wat een goede vraag, Jeroen. Wat doen jullie aan duurzaamheid op het KWC? Wie zou die willen beantwoorden? Nou, we scheiden in ieder geval afval. Dat is echt een uniek iets hier op school. Allemaal prullenbakken waar je dus niet zomaar iets in kunt gooien. Maar je moet eerst kijken. Ik moet ook altijd eerst goed kijken. Nou, dat geeft je meteen al het besef dat we hier wel wat aan doen. Hè? Het is niet zomaar achterloos ermee omgaan. Ja, Joke, wat doen we nog meer? We doen heel veel. Hè. We hebben ook zonnepanelen op het dak bijvoorbeeld. Maar ik denk dat het nog veel leuker is voor jullie om een beetje te weten over wat voor projecten er zijn bij de vakken. Hè. Want ik denk als jullie bepaalde vakken hebben, dan ben je ook bezig met duurzaamheid. Wie kan er iets over vertellen? Jannie, kan je iets vertellen? Ja, in de eerste hadden we een, ik weet even niet meer hoe dat heet, maar dat je moest je inzamelen, geld inzamelen voor een goed doel. Oh, ja. Moest je zelf kiezen. Ik weet even niet meer hoe dat heet, maar dat is wel een heel leuk project. Dat doe je dan in de brugklas.
Ja, voor de rest. En als het bijvoorbeeld bij. Heb je al natuurkunde? Dat soort vakken? Ja. Ja. Zijn er dan ook projecten die te maken hebben met. Nog niet, maar volgens mij gaan we wel een project doen. Maar bij aardrijkskunde weet ik van wel. Ja, zeker. Hè, plastic inzamelen, ja. Ook in de sloten, ja. Kijken, hier in Culemborg. Ja. Wat we ook doen is. En dan moet je soms met jouw klas, met een prikker, hier de omgeving schoonmaken. Want ja. Soms koop je wel eens iets en dan laat je iets vallen, maar we ruimen het ook wel zelf op. We willen goed bevriend blijven met de buurt, maar we reizen nog wel veel. En let op met die reizen, dat weten we allemaal. Daar wordt er heel veel CO2 de lucht in geblazen als je vliegt. En wat doen wij daarvoor, Joke? Ja, we doen eigenlijk mee met een organisatie en die heet Trees for All... En daar hebben we een afspraak mee dat voor alle reizen die wij doen met bussen of met vliegtuigen, treinen zijn al elektrisch, dus dat, die hebben ook treinreizen, maar dat vinden we zelf al heel mooi duurzaam. Maar al die andere reizen, daar doen we per reis een bepaalde compensatie, waar door de stichting Trees for All bomen plant in de wereld ter compensatie van de CO2-uitstoot die wij met de reizen doen. Ja. En dat hebben we heel goed overlegd en is ook heel duidelijk voor alle ouders en leerlingen die op reis gaan, wordt erbij verteld, zo compenseren we de CO2-uitstoot. Dus dat is ook een mooi voorbeeld inderdaad. En misschien leuk om nog als laatste voor jullie te weten, zo af en toe wordt er in de wereld gestaakt, ook in Nederland, voor een beter klimaat. En soms werken we daarmee dat de leerlingen mogen kijken en mee mogen staken. En ja, niet altijd blij mee, maar soms moet je dat een keer doen. Ja, hebben we meegedaan, hè, toen met de staking, inderdaad. Maar ja. Nu is het zo, we hebben ook heel veel kennis en manieren om meer te weten te komen over duurzaamheid enzovoort. En daarvoor is Noor nu met Pim ergens anders aanbeland in dit gebouw. En dat is in, ik zie hier eerst loket 21 en daarbij is het open leercentrum. Nu staan jullie in loket 21, wat een beetje puzzel qua naam. Wat houdt dat in? Het is hier toch geen stationsgebouw? Nee, bij loket 21 kan je je bijvoorbeeld ziek melden wanneer gewoon tijdens school. En als je andere vragen hebt, kan je hier ook, altijd ook terecht. Of als je stout bent geweest en je bent de les uitgestuurd, dan moet je hier ook melden. Nou, jullie hier spreken toch niet uit ervaring, zeker? Of wel? Nee. Hey, en zijn jullie in de buurt van het Open Leercentrum nu? Ja, we staan ernaast. Even een kijkje daar binnen. Want daar, is, daar kun je dus altijd terecht als het gaat om. Oh, het is wel een beetje donker, zeg. En ik voel het is toch ook niet. En het is ook dicht. Nou, dan moeten jullie ons maar geloven, gewoon. Gesloten. Nou, bij het OOC kan je gewoon boeken lenen die je moet lezen voor school. Ja. En je kan er werken op de laptops en dat soort dingen. Ja. Dus daarom kwam ik op het idee, alle kennis over duurzaamheid is een beetje daar verzameld natuurlijk. Ja. Oké, wij gaan gewoon door naar de volgende vraag. Ja. Ja, iemand zag een krijtbord. Ja, dat was heel goed. En dat hebben jullie gezien toen ze introduceerden in het lokaal Engels. Is dat door de hele school? Hebben wij door de hele school, ik zie iemand nee schudden. Nou, nee, zeker niet. We hebben, in sommige lokalen zijn nog krijtborden, maar sommige docenten vinden dat ook wat fijner. Ik had vorig jaar een economiedocent en die vond het krijtbord helemaal geweldig. En die schreef hem dan helemaal vol en dan zat je van, oké. Okay. Maar ja, we hebben ook gewoon whiteboards en smartboards en ja. Niet ja. Dat we allemaal heel saai zijn. Dat klopt. Ik zeg uit mijn hoofd hebben we er 3. Ja. En het heeft nog een achterliggende reden. Omdat een enkeling eigenlijk alleen maar met een krijtbord kan werken. Want tegenwoordig werken wij natuurlijk met smartboards hier op school. En vaak kunnen leerlingen daar heel gauw goed mee overweg. Ik zeg de volgende vraag. Bezoeken jullie met levensbeschouwing ook een moskee? Nou, dan weet ik toevallig dat dat zo is. Want ik ben één keertje meegeweest met een groep naar een moskee hier in Culemborg. En dat was heel bijzonder. Toen werden we daar echt heel gastvrij ontvangen. En ja, hebben we gezien hoe dat er allemaal daar uitzag. Hebben jullie het wel eens meegemaakt? Nee, want dat is in de vierde. Oh, het is in de en in de vierde heb je dan pech dat we nu met corona zitten. Ja. Oké, dan denk ik dat deze vraag is beantwoord. De volgende vraag mag. Hij is onderweg. Hebben jullie gym als examenvak? Oh.
Die is eigenlijk voor jou. Ja. Ja. Gym hebben wij als examenvak alleen op HAVO. Daar hebben we het vak BSM, Bewegen, Sport en Maatschappij. En dat hebben we dus alleen op die afdeling. En op de andere afdeling mag je veel sporten. Wil er iemand aan toevoegen? Ik denk het niet, hè? Wij bespreken wel nog even over sport. Yannick, zou jij misschien nog even willen vertellen? Volgens mij tennis jij op hoog niveau, hè? Ja, klopt. Ik topsport tennis. En dat is ook een van de redenen waarom ik naar deze school ben gekomen, dat die topsport vriendelijk is. Dus ik train 5 keer per week en ik moet soms dan ook weg van school voor trainingen of belangrijke toernooien. Ja, ja. En dan verzetten ze wel eens een toets, et cetera. Ja. En dan hebben we een speciale coördinator voor. En die regelt dat. En die bespreekt ook met de leerlingen, hoe pak je het nou goed aan? En weet je, wij zijn ook wel heel trots. Misschien heb je onlangs naar het shorttrack gekeken. En hebben we de zussen Velzenboer. En ja, die doen het heel erg goed. En ja, en die doen het ook heel goed op school. Eentje is al geslaagd en de volgende gaat slagen. Ben ik van overtuigd. Dan vraag ik Helene de nieuwe vraag. Welke instrumenten kunnen er bespeeld worden op school? Ja, jeetje, we waren net in de muzieklokaal. Hè? Eigenlijk hadden we toen even... Hadden we eigenlijk even een challenge van moeten maken. Hè? Even nog moeten vragen om opnieuw even te filmen. Ja, in ieder geval zag ik daar een piano staan. Ik zag daar een gitaar. Ik zag daar... je kunt het drummen. Wat had jij nou vast? Ja, keyboard. Heel veel keyboards. Dan ga je met de hele klas op het keyboard meespelen met Pirates of the Caribbean. Ja, superleuk. Ja. Ik ken hem nog steeds in mijn hoofd. Die heb je toen geleerd. Je leert noten lezen. Ja. Het is zo, en ik weet het, want een van de docenten muziek zit in mijn afdeling. Of daar ben ik leidinggevende van. Als je zelf een heel mooi instrument bespeelt, dan kun je dat meenemen naar school. Dan wordt dat ook gebruikt. Leren andere kinderen ook weer hoe dat is. En wat de moeite, hoeveel moeite het soms kost. Viool spelen, er komt niet gelijk een hele mooie melodie uit. En onze docenten, die helpen je daar ook mee. En andere kinderen leren daar weer wat van. Dus eigenlijk kan elk instrument wat enigszins mee te nemen is, ook hier bespeeld worden. We hadden zelfs een leerling met een harp bij de kerstviering, weet je? Ja. Dat was ja, ook heel leuk. Prachtig. Klopt, ja. Ik vind wel dat je door dit soort vragen echt je school nog wat beter leert kennen, jongens. Dus, mooi. En misschien horen jullie dat ik toch al iets langer hier werk dan 1 jaar. Werken jullie met een papieren agenda op school? Ja, we werken met een papieren agenda. In de onderbouw heet het zelfs Plenda. Dat is een heel mooi systeem waarbij je huiswerk kunt opschrijven, maar ook meteen kunt plannen hoe je dat, het leerwerk en huiswerk, hoe je dat over die week uitsmeert en wanneer je waarvoor de tijd neemt. Dus het is een fantastisch systeem. En dat staat al op onze boekenlijsten. Het heet Plenda. Google daar maar eens op. Dat is echt een mooi systeem om mee te werken. Hoe is het in de bovenbouw? Ja, ik gebruik zelf soms nog een papieren agenda, want ik heb zo direct toetsweek eraan komen. En dan wil ik altijd wel goed voorbereid zijn, dus dan plan ik altijd in mijn agenda gewoon. En dat is wel heel handig, ja. Ja, en we hebben SOM natuurlijk, dat is de site die wij gebruiken waar al je huiswerk op staat. En dat schrijf ik dan ook in mijn agenda op, zodat het gewoon terug te vinden is makkelijker. Nou klinkt het dat jij een hele voorbeeldige leerling bent. Is dat bij iedereen zo? Ik wil het wel even horen. Ja, ik gebruik iets minder de agenda. Alleen voor toetsweken, als ik daar voor planning, daar gebruik ik wel een agenda voor. Maar voor de rest gebruik ik vooral SOM. Daar staat eigenlijk Je ziet ook gewoon dat we in de hele onderbouw leren om wat zelfstandiger te worden. En dan kun je in de bovenbouw nog redelijk je weg in vinden in de planning. Maar in de onderbouw is het toch echt wel verplicht een papieren agenda. Jimmy. Die heeft een vraag. Ja, wij zijn een sportieve school en ik snap het. Er komt weer een vraag voor de... Wat houdt de sportklas precies in? Dan hebben we niemand hier die in de sportklas zit. Dan hebben we de sportklas wel op HAVO. Ja, zeker. En op TL. Ja, en op TL, en op precies. TL, dus ik denk niet dat het alleen maar op HAVO is en op TL. Ja, we hebben als je het filmpje goed had gezien, hebben we daar 2 hele stoere gymdocenten gezien. En meneer Boot en meneer Salakori vertelden heel mooi wat de sportklas is. Dus kijk het nog een keer terug, maar ik kan het ook nog wel even vertellen. Meneer Boot zei het zo mooi, als je van sporten houdt, heb je in de sportklas bijna elke dag gym. Nou, wat is dan nog mooier? Je moet natuurlijk wel een behoorlijke affiniteit, binding met sporten hebben. Je moet wel goed zijn in samenwerken. Het is niet alleen maar weten te winnen, zei meneer Salakori in het filmpje, maar ook weten samen te werken. En misschien ook wel, hoe kun je nou het beste verliezen? Hè? Dat is misschien net zo belangrijk als winnen.
En hoe moet je die incasseren? Maar goed, je hebt sportkampen, je hebt petanken, je hebt een MMA-kliniek, hoor ik. Ja, heel goed. Je hebt diverse sportactiviteiten. Dus meestal is ook je gymdocent je mentor. Dus daar trek je samen mee op. En het is niet alleen maar dat hij goed is in sporten, maar hij kan je ook heel goed begeleiden in het leren. Dus het wordt sowieso wel een team, zo'n sportklas. Het is één groot team, wat ik ervan weet. Familie. Ja. Ja, dat klopt. Ja, mooi. Dan gaan we naar de volgende vraag van Sanne. En Sanne heeft een hele goede vraag en onze, die gaat over dyslexie. Als je dyslectisch bent, kan en mag je dan alle leerstof via je laptop beluisteren? En ja, Sanne, dat kan. En ik ben geen dyslexiecoördinator. We hebben wel iemand van zorg die ook deze vraag mee beantwoordt. Dus ik denk dat ze ook via de chat hier nog eventjes op ingaan. Want je hebt allerlei verschillende systemen hiervoor die je daarmee kunnen helpen. Ja. En ja, de een wil alles beluisteren, de ander wil wat vergroot schrift. Dus er zijn allerlei mogelijkheden om je daarbij te helpen. En Sanne, vrees niet. We hebben een breed gespecialiseerd zorgteam hier. En er zijn echt mensen gespecialiseerd in dyslexie. Ze kunnen je dus nog met veel meer helpen dan hoe bedien je laptop als dyslect, maar echt nog veel meer begeleiding hierop. Dus dat hebben we ook aan mijn dienst. Ook in de hele school. Hè? Dus het is helemaal. Dit zijn echt KWC-extra's voor de hele school. We hebben nog wel tijd voor een vraagje, denk ik. Ja. Er is nog een paar vragen. Zullen we doen? Zeggen de laatste vraag? Ja? Dat is, want wij willen natuurlijk als afsluiter ook nog iets tegen jullie zeggen. Ja. En voor we die laatste vraag stellen, herhaal ik nog even dat we straks wel doorgaan, dat er nog steeds vragen gesteld kunnen worden en die worden dan via de chat beantwoord. En ik hoop zo dat ik het goed zeg, Richie, denk ik, hebben jullie ook leerpleinen op het KWC? Wie mag deze vraag beantwoorden van jullie? Wat noemen wij een leerplein? Ja. Nou ja, leerpleinen ken ik van scholen waar dus geen echte klaslokalen zijn. Hè? Die werken met grote gebieden, wel leerplein, beta-vakken. Dat zijn vakken waar gerekend wordt. Wiskunde bijvoorbeeld is een beta-vak, leerplein talen. Maar dat hebben wij op het KWC niet zo. We hebben gewoon nog klaslokalen met een vakkenrooster, hè, waar je dus elke uur een vak krijgt. Maar echt leerpleinen hebben wij niet op het KWC. Niet op de Beethovenlaan. Niet op de Beethovenlaan. En op de Gershwinhof hebben we die wel. Dus daar zie je dat wat meer. En ja, het onderwijs is altijd in vernieuwing, dus we zijn daar ook al wat mee bezig. Maar ja, het is natuurlijk wel vervelend als je met heel veel leerlingen bij elkaar zit, wil je ook nog ergens wat rust houden. Dus ja, dit zijn wel ontwikkelingen waar we goede dingen van zien en misschien ook wel iets van gaan doen. En dan komt er nog natuurlijk een sportvraag. En afgelopen weekend hadden we een beetje wintersport in Nederland. Ik heb heerlijk gewandeld. Ga je ook op wintersport bij het KWC? Ja, ik kan deze wel beantwoorden, want ik ben zelf in de tweede op skiweek geweest. Wat echt heel leuk was. Dat was tijdens de voorjaarsvakantie. En dan ga je met, dat kan pas vanaf de tweede klas, in de brugklas kan dat nog niet. En dan ga je met school naar Oostenrijk. Oostenrijk als het goed is. Ja, ja Oostenrijk toe. En dan zit je op een hutje op de berg met alleen maar sneeuw om je heen. En dan gewoon skiën. En je kan ook snowboarden. En je krijgt lessen. Maar je kan ook, als je het goed kan, gewoon gevorderd skiën. Wat ik deed. Dus ik zat in een groep met allemaal gevorderde skiers. Met een hele leuke docent. Die regelen ze ook. Ze regelen dan de skileraren. Het was gewoon een week vol gezelligheid. En leuke dingen. Ja. Ja. En ik zou willen zeggen, wie deze vraag heeft gesteld, die moet nog even het aftelfilmpje kijken. Hè? Ja. Want in het aftelfilmpje, als je goed kijkt. Als het goed is, zit ik in de K ergens daar. Ja, dus in de skihelling. En daar zit Marit in die letters KWC. Ja. Dat zijn gewoon allemaal leerlingen. Alleen als je goed inzoomt op de hoofdjes, dan moet je Marit daarin kunnen zien. Misschien wel goed en eerlijk om erbij te zeggen, ga je op het KWC op wintersport, je kunt. Dus op wintersport, want je moet er wel extra voor betalen. Het is niet zo dat wij dat zomaar eventjes erbij kunnen doen. Was dat maar zo'n feest, zou ik willen zeggen. Ja, dat is wel inderdaad waar. Ja. Ik denk dat wij aan het einde zijn gekomen van deze ontzettend gezellige uitzending. Ja. Weer ja, over vond, het KWC. Ik vond het heel erg leuk om het met jullie te doen. We gaan allemaal afscheid van jullie nemen. Hè? Ja. Zeg jij als eerste iets, Nase? Ja. Vergeet niet dat die challenges tot de 29e nog kunnen worden ingeleverd. Doe dat op de site. Ik vond het erg leuk om dit te doen. Nu weer vanuit op de kruk. Gisteren stond ik daar. Carla, het ging goed, hè?
Ja, je hebt het top gedaan. En ik vond dit ook wel weer spannend, want ik zat gisteren aan de andere kant. Ja. Ja. Fijne avond. Ja, en je kan alle vragen die u nog heeft nog stellen in de chat. Dat blijft nog eventjes open. En ook fijne avond. En ook van mij natuurlijk. Morgen is de laatste uitzending en die gaat over Agora. Dus ik zou zeggen, zeker kijken, ook morgen nog. En als laatste vergeet natuurlijk niet te kiezen voor het KWC. En ik hoop dat ik jullie misschien volgend jaar in deze gangen zie lopen. Fijne avond nog.